En normaal gaat het over het stappen, of dan bel ik iemand over het stappen. Maar nu hebben we iemand in de studio. En die gaat uitzoeken hoe het stapleven nou van een jongere. Van jongeren zijn. Gerrit Haan, goedenavond. Hey, goedenavond. Je zei al dat het goed ging. En, zeker. Een nieuw programma op RTV NOF. Yes. Vertel, wat is het? Nou, Gerrit gaat stappen is eigenlijk het programma van. Hey, hoe is het stappen nou in Friesland? Want Groningen is the place to be, Amsterdam is the place to be. Maar waarom Groningen niet? Of Friesland niet? Nou ja, Friesland staat er altijd onbekend van altijd. Nou, niet altijd het even spectaculaire te zijn. Nee. En dat wil ik verandering in brengen. Ik wil gewoon laten zien hoe het is om te stappen in Friesland. Dus jij probeert met lokale omroep ook nog een beetje verder te gaan dan. Tuurlijk. Dat is altijd de ambitie van iemand. Kijk, dat heeft iedereen in zich. En hoe ben je op dit idee gekomen om Gerrit gaat stappen te doen? Nou, vorig jaar heb ik dit bedacht. Ik dacht van, nou, ik wil eens een keer wat anders. Ik wil wat meer doen met televisie. Ja. Nou, en ik heb toen wat filmpjes bekeken, ook van Rutger leert stappen. Nou, ik dacht van, dat is op zich wel leuk om te doen. En dat is al een mooie tijd geleden. Dus ik dacht van, nou ja, misschien is er mogelijkheid om zoiets te gaan doen. Maar ik dacht van, ja, dan wil ik het wel op een andere manier doen. Want anders wordt het echt copyright en ja. Ik ga helemaal geen zin in. En dat is niet zo. Nee, nou ja, ik heb er gewoon wat veranderd. Rutger Leerstappen gaat meer over verschillende groepen die gaan stappen. Dus punkers, rockers, homo's enzovoort. Nou, ik wil het liever gewoon centraal houden. Lekker actueel met de jongeren die momenteel in het Friese land leven. Maar ga je dan ook verder dan de regio? Nou, ik heb het wel een beetje aangepast. Noordoost-Friesland is wel heel beperkt. Dus ik heb gezegd van, nou ja, Friesland alleen. Want als je dan gaat maken van, hey, dan gaan we ook dan naar Groningen toe, naar Amsterdam. Rotterdam. Ja, dat kan niet. Ik wil gewoon echt het uitgaansleven in Friesland testen. Want daar is het voor. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. En wat kunnen de kijkers van jou verwachten? Wat ze verwachten? Ja, gewoon een leuk programma. Leuk informatief programma, entertainment. Kijk, het is altijd leuk om andere mensen gek doen. En dat is altijd leuk om te zien. En wat kun je ervan verwachten? Ja, gewoon een leuke avond uit. En misschien ook een tip voor de volgende keer om uit te gaan. Van, ja. Hey, daar moet ik naartoe. Of, hey, daar ben ik nog nooit geweest. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En het moet worden gefilmd. Ja. En daarvoor heb jij een cameraman. Zeker. En jij gaat dan helemaal los en de cameraman die moet er even bij staan. Ja, ik moet het filmen en dan. Nou, ik ben ook niet de beroerdste. Hij krijgt heus wel een biertje van mij, hoor. Ja. Dat moet je wel op rekenen. Niet alles wordt gefilmd, dus. Natuurlijk, alles wordt gefilmd, maar niet alles wordt uitgezonden. Maar je hebt de cameraman, heb je voor de rest ook nog een groot team achter je staan? Maar in principe valt dat wel mee. Ik heb getwijfeld, zal ik er een geluidsman bij doen? Maar in de club is dat een beetje overbodig. Misschien daarvoor nog, maar nou, ik heb het achterwege gelaten. Van, ik ga het toch met een draadloze microfoon doen. Ja. Dat is gewoon veel handiger en het is ook veel beter. En wat als nou een biertje over je microfoon heen komt? Of over de camera? Heb je dan een probleem? Nou, we gaan er waarschijnlijk een regenhoes omheen doen. Dus dat is wel wat. Oh, een regenhoes. Ja, het komt vast wel goed. En anders, zien we dan wel weer. Jongens, niet te ver over de zaken vooruit gaan natuurlijk. Dat moet ook niet. En heb je ook nog meer dingen die je kwijt wilt over het programma? Nou ja, kijk, mensen mogen zich natuurlijk nog vrij opgeven. Want we zoeken nog kandidaten. En dat kan natuurlijk op mijn Facebook-website van Gerrit gaat stappen. Daar staat precies beschreven van, hey, hoe kan ik me opgeven naar welke e-mailadres? Dat kan ik zo ook wel vertellen. Vertel. Gerrit gaat stappen, apenstaartje gerritdehaan.nl. Dus Gerrit gaat stappen, gerritdehaan.nl. Ja, mijn eigen naam nog in verworven. Nou, heel simpel, ja, eigenlijk. In principe wel. Ja? Ja, nou, ik heb ook nog een. Mensen kunnen mijn filmpje delen en mijn Facebook-account liken. En dan kunnen ze nog €50 winnen. Ja, want ik zag op de Facebookpagina het filmpje. Ja. En als je hem heel vaak deelt hem. En dan maak je kans op €50. Ja, euro. Die krijg je dan van mij. Dus als je dat even doet, dan. Als je dat doet, dan maak je kans. Nou ja, €50 is altijd mooi meegenomen. Ja, waarom niet, hè? Ja, dan kan ik weer een nieuwe telefoon kopen. Jij wel, met je barst in je scherm. Ja. Maar, dus Facebook is ook Gerrit Haan. Facebook.com/Gerrit Haan. Gerrit gaat stappen. Nou, dat is stappen met Gerrit. Dat is heel af en rechts, maar goed. Je kan het altijd vinden. Gerrit gaat stappen. Gewoon in je balkje bovenaan zoeken. Zoekbalk. En dat komt helemaal goed. Ja. En dan Gerrit gaat stappen. @GerritHaan.nl. En als je hem deelt, maak je kans op €50. Yes. Gerrit, ik wens je heel erg veel succes. Dankjewel. Want de uitzenddatums die zijn nog niet helemaal bekend, hè? Nee, de kandidaten moeten zich opgeven. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Nou, nogmaals, heel veel succes. Dankjewel. En we zien het wel. Yes. Heb je nog een grote droom die je later wil worden?
Nou, ik wil later toch wel op de televisie eindigen. Dat lijkt me wel tof, ja. Denk je ook succes bij. Ja, dankjewel wel. Succes. Het kwartje gevallen.